In een bevolkte Pretoria het duizenden mensen opgeruk om die gebeure tijdens die slag van Bloedrivier in 1838 te herdenk en weer die gelofte af te lezen soos destijds gedoen is. Om een gelofte aan hom te doen. Hier is vandaag oor die 7000 mense. Dit is die grootste groep mense wat hier by mekaar getrek het vanaf ek 15 jaar gelede hier begin werk het. En ek dink ek sê nogal ietsie van die geest van die land op die oomblik. Ek dink mense voel gemakkelijk, hulle kan iets kom bywoon, waarmee hulle kan identificeer, is een stuk van hulle geskiedenis. Daar is ook gebid vir algemene vooruitgang van die land. Ja, hierdie jaar die reën, uiteraard die droogte is vreeslik. Maar ek dink ook vir beter leierskap. 177 jaar na die gelofte die eerste keer afgelee is, is dit vir baie mense steeds belangrik om die geleentheid te herdenk. Gewoon dat het ons kultuur is, dat is een groot veld. En omdat dit gelofte is wat Jan God doet. Het is om God die Vader te danken voor zijn bewaring en behoeding van ons nog door alle jaren. En voor ons als natie is daar de toekomst. Dat dit juist door ons geloof en so belangrijk is, dat ons uitreik naar elkaar. Hoewel die son nie 12 uur deur die wolke gebreek het om op die senotaaf te skyn nie, is kanon Susanna op precies daar die oomblik afgevuur. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.